Stijn, zondag. Ik denk dat voor heel Alkmaar is dat een beetje een soort wedstrijd van de waarheid is. Een soort Anderlecht Club Brugge of zo. Hoe is die voor jou? Ja, het is gewoon een mooie wedstrijd. Ajax is een topclub en wij doen dit jaar ook goed. Dus nu krijgt de wedstrijd iets meer aandacht. Dus ja, mooi affiche. Ja, want wat vind jij de kracht van Ajax en misschien ook de zwakte? Ja, het is een heel voetballend elftal. Er staan heel veel voetballers. En ja, ik denk misschien hun zwakte is een beetje het fysieke. Nu zeker achterin speelden ze met alleen Matthijs de Ligt eigenlijk als echt pure verdediger. En ja, dat is misschien een beetje een zwakte, maar ik denk het is gewoon een heel sterk elftal. Stel, hè, jij zou niet bij AZ spelen en jij mocht bij Ajax een keer in een middag alle spelers toespreken over AZ. Waar moeten ze dan vooral voor oppassen? Nee, we hebben gewoon een goed elftal. We geven weinig kansen weg. We creëren zelf altijd nog best aardig veel kansen. Dus we zijn gewoon een solide team op het moment. Voelt het ook een beetje als een soort wedstrijd van de waarheid voor die plaats 2? Ja, het is gewoon een mooie wedstrijd. En je kan de winter ingaan met een goede eerste helft of met een fantastische eerste seizoenshelft. Dus daar ligt een beetje het verschil. Ben je ook blij dat je op gewoon gras voetbalt? Ik zag bijvoorbeeld gisteren, ik heb de wedstrijd thuis gezien. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, lekker, gewoon weer normaal. Ja, klopt. Het waren geen ideale omstandigheden. Ja, kunstgras, het was heel koud, het veld was heel glad. Dus het is iets moeilijker voetballen. Alleen natuurgras is natuurlijk nog altijd het beste om op te voetballen. Is er een voordeel voor jullie in deze speelronde? Dat je 2 dagen wat extra hebt? Ja, het is wel lekker. Zij hebben nu 2 wedstrijden kort op elkaar. En we hebben iets langer rust, dus daar moeten we gebruik van maken. Is het ook zo dat je het gevoel hebt in het veld, dat heb ik als kijker, dat jullie meer over hebben hadden op het eind dan andere ploegen? Ja, we zijn fysiek heel goed in orde en we kunnen vaak het verschil maken in de laatste fase van de wedstrijd. En nu is het hopen dat we het zondag ook kunnen doen.